Reshuffelen kost de staat enorm veel geld en daarmee gaat continuïteit van bestuur verloren. Dit zegt politicoloog Hans Breveld. Hij vindt het teleurstellend dat de ministers nu vervangen worden. Bij de samenstelling van het kabinet is namelijk aangegeven dat er een serieus team samengesteld is, van wie verwacht werd dat ze de volledige termijn zouden uitzitten. Volgens de politicoloog lijkt het erop dat we de kluts kwijt zijn, omdat er niet aangegeven is wat de redenen zijn voor deze herschikking. Als we niet weten waarom minister Walden weg moest en waarom per se minister Kuldeep Singh daar moest komen, dan zijn we de kluts een beetje kwijt. Dan kunnen wij daar geen oordeel over vellen. We kunnen maar hopen. Maar een belangrijke rol is natuurlijk weggelegd in de nieuwe grondwet voor de president. Want men zegt in tegenstelling tot de oude grondwet, daar was de uitvoerende macht was bij de regering. Bij de nieuwe grondwet stond dat de uitvoerende macht bij de president ligt. Dus de president is de aangever, is de meest centrale persoon. En zolang de president daar zit, moet hij goede instructies aangeven. Hij moet een goed team samenstellen om te beginnen. Goede instructies geven. En op basis daarvan mogen verwachten dat het beleid gaat zoals de president dat had uitgestippeld. Maar zoals het nu gaat, weten wij, we tasten allemaal in het donker. Breveld is van mening dat er een profiel moet komen waaraan ministers moeten voldoen. Technische kennis alleen is daarbij niet voldoende. Kandidaten voor deze functie moeten ook ervaring hebben om te weten hoe de maatschappij in elkaar zit. Als je een bepaalde sector krijgt onder jouw beheer, om te beheren, besturen, dan moet je dat ook hebben. Dus belangrijk is dat wij moeten letten, we moeten kijken naar deskundigen. Maar wat wij nu zien is bijna verspillen van deskundigen. Want de manier zoals men wordt bedankt, eigenlijk kijkt men een beetje naar je. Waarom ben je weggejaagd, weggestuurd? Je krijgt een stempel. En wij verspillen deskundigheid. Want uiteindelijk ga je geen mensen meer kunnen vinden. Er worden niet honderd en duizenden deskundigen per jaar gedropt in Suriname. De enkele worden eigenlijk vermorst, verspild. Ja, verspilling van deskundigheid vind ik. Maar er zijn voldoende mensen. Maar ik denk dat we eerst een profiel, dat moeten we afspreken. En op basis van het profiel moet je dan bij het begin van de regering mensen aanstellen. En je moet ervan uitgaan dat de mensen 5 jaar lang minister zijn, zoals internationaal gebruikelijk, bij een beetje beschaafde landen, een beetje landen met een volwassen democratie, blijven ze 5 jaren. En als ze aftreden, vertel ons tenminste waarom de mensen moesten aftreden. Breveld geeft aan dat de term reshuffling niet goed gebruikt wordt. Hij zegt dat reshuffelen herschikken is waarbij een persoon van het ene naar het andere ministerie gaat.